Ik ben Thomas Koelewijn, 31 jaar, middelblokkeerder en dit is mijn tweede jaar bij Achel. Ik heb tijdens corona getraind, ik heb natuurlijk ook vakantie gehouden. Maar eerst ik was een paar weekjes inderdaad op vakantie, daarna ben ik zelf weer wat gaan lopen en wat krachttraining gedaan, voor mezelf gezorgd. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk een kort programmaatje gehad met Achel, dat we het gebeached hebben. Maar echt heel veel volleyballen konden we helaas niet, want het was ja, corona voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Maar eigenlijk ben ik nogal fit gebleven en nu werd de draad snel opgepakt. Mijn favoriete bezigheid naast volleybal? Ik drum, dus dat vind ik heel leuk om te doen. Dus muziek maken. Ik zit niet in een band of zo, maar misschien komt het nog als ik klaar ben met volleybal en meer tijd heb. Ja, dan op voor dit jaar met Achel om net als vorig jaar de Final Four te halen. En, als we in de Final Four zien, dan moeten we maar kijken. Maar dat zou ik wel weer willen halen als gewoon als bevestiging van vorig jaar. Dus even kijken, terugwerkend natuurlijk nog in mijn tweede jaar bij Achel. Daarvoor heb ik nog in Montpellier gezeten. Ik heb in Set gezeten. Tussendoor ook nog in Polen bij Austin. En vervolgens nog 4 jaar in Antwerpen heb ik gezeten. Dus ik ken de Belgische competitie ook. Daarvoor, echt waar ik begonnen ben, is in Amsterdam, HVA. Mijn lievelingseten is misschien een beetje saai, maar ik denk pasta. Ja, een hele leuke club eigenlijk. Warme mensen in de staf en fans. En ja, eigenlijk een echte regionale vereniging, zoals je kan zeggen. Zo in de beste zin des woords. Het is een kleine club, maar heel veel hartelijke mensen en vrijwilligers die hier werken. De sfeer is goed. En, leuke jeugdteams en mensen die hier ook gewoon geïnteresseerd zijn en rondlopen. Dus een warme vereniging.